Goedenavond. Ik ga gelijk even verbinding maken op de computer. Kan ik even zien wie er meekijken. Als je naar de Facebookpagina van de Hobbytante gaat, staat links een kolommetje met shoppen, berichten, foto's en dergelijke. Er staat ook een kolommetje met video's. En daar staat nu achter een rood balkje met live. Daar klik je op. En als het goed zit, als je iets naar beneden scrolt, dan zie je de live verbinding. Dan kan ik ook gelijk zien wie er gezellig meekijken. Ik zie Anja al. Ik zie Samantha al. Hey Marian. Hoi hoi. Karin, gezellig. Hey Ria. Gelukt Ria. Gezellig. Oh, de thee is warm. Oh, ik krijg gelijk een kriebeltje van in mijn keel. Zo, het is weer zondagavond, 7 uur. We gaan weer knutselen. We wachten nog even een minuutje, kijken of dat er nog wat meer mensen gezellig erbij komen. Ik zal de camera heel even iets zo zetten. Hebben jullie allemaal ook lekker wat te drinken erbij, dames? Kopje koffie, kopje thee. Of misschien nog met een bordje eten. We waren vanmiddag even lekker wezen fietsen. Robert had een fietstocht uitgestippeld voor de kinderen. Dus even lekker een rondje gefietst met z'n allen. Anja, ik zag dat jij al het zwembad aan het opzetten was. Oh, lekker. Staat hij al of... Oh nee, hij was lek. Een klein gaatje erin, hè? Zag ik al. Iemand nog wat gezelligs te vertellen, dames? Als je wat wil vertellen, gewoon typen hoor, dames. Kan ik gewoon meelezen? Er zit wel een minuutje, denk ik, vertraging in. Maar dan lees ik het vanzelf wel terug. Deze week zou eigenlijk de week weer zijn van de vaste workshops. Dus de vaste groepen met dames die dan 3 avonden in de ochtend komen workshoppen. Helaas, hoi Karin, ook gezellig jou te zien. Helaas mag dit natuurlijk nog niet. En maken we allemaal even wat pas op de plaats. Ik heb voor alle vaste dames voor deze maand een mooi workshoppakket gemaakt. Met een snijmal daarin, een stencil daarin, mooie vellen papier erin. Dus dat wordt heel erg leuk om dat thuis ook te kunnen maken. Ik zal dat woensdagavond in de groep maken met degenen die interesse hebben. Het Dutch Doobadoo stencil. Ik heb vanmiddag op Facebook even een evenement vast aangemaakt. En daar staat ook de foto erbij van de kaarten die we gaan maken. Mocht je mee willen doen, kan je natuurlijk al wat voorbereiding treffen door de basis te gaan. Ik pak hem nog heel eventjes bij het stencil. Mocht je woensdag mee willen doen, kan je de basis alvast tekenen. Dus dat is de omlijning, zeg maar. En je kan het binnenste gedeelte vast even tekenen en knippen. Dit mag het bovenste gedeelte zijn met designpapier en het buitenste is van het witte papier. Hoe en wat precies zal ik woensdag allemaal eventjes laten zien. Maar dan heb je een idee wat voor soort kaart we gaan maken. Mocht je zelf mee willen doen, maar niet de mal hebben, hij is online in de webwinkel gewoon te bestellen.
Dus dan heb je hem nog op tijd binnen als ik hem morgen op de bus doe. We zijn weer met een leuk clubje, dames, zie ik al. Ik mis alleen Martin. Misschien komt Martin zo meteen nog eventjes kijken. Voor vanavond wilde ik met jullie een condoleancekaart maken. Helaas is de periode zo dat we deze regelmatig nodig hebben. Ik heb vorige week eventjes met Jacqueline zitten brainstormen. We hadden namelijk een hele nieuwe mooie mal binnengekregen van Sizzix. En ik wilde daar wat anders mee doen dan gebruikelijk. Dit is de mal. Ik hoop dat hij op camera goed te zien is. Een setje van 7 stanzen zit daarin. Waarmee je verschillende soorten kaarten natuurlijk kan maken. Ik zal hem even openklappen. Mocht je vragen hebben, ondertussen gewoon typen, hè, dames. Kan ik ook gelijk rechtstreeks antwoord geven. Dit is de set van snijmallen. Dit is bedoeld om de strik te maken, zoals jullie op de voorkant zien. En hier de versiering van de strik. En dit gedeelte gebruiken wij voor de condoleancekaart vanavond. Jacqueline heeft wat voorbeelden gemaakt. We hebben samen even zitten brainstormen. En we hebben het papier van Joy erbij gebruikt. Joy heeft namelijk een heel mooi set papier laatst uitgebracht. Met maar liefst 8 vellen A4 papier in diverse tinten. Met daarbij 2 vellen om uit te stansen of uit te snijden. En dit is allemaal in de serie Condoleance. Het heet The Farewell. Dus wij hebben deze twee genomen om ons te laten inspireren om voor jullie de condoleancekaarten te maken. Ik zal eerst even de voorbeelden aan jullie laten zien. Zo, leg ik dit even aan de zijkant. Dames, dit zijn geen moeilijke kaarten om te maken. Dit is gewoon zo'n serie waarvan je één keer even de stansmachine aanzet, doordraait, het papier op maat snijdt en eigenlijk in één lijn door al heel makkelijke 8 kaarten maakt. Het achtergrondpapier, zoals ik zei, is uit de Farewell-serie, zoals eveneens het plaatje. En deze mal hebben we dan ook weer gebruikt van de Sizzix als mooie decoratie om het iets levendiger te maken. Ik zal even de verschillende laten zien die we gemaakt hebben. Deze is uit dezelfde serie, alleen met de blauwtinten, de grijstinten. Nog eentje in het grijs. De serie van de bruine. En hier een beetje de grijsgroenige. Is fijn dat Joy een pakket heeft uitgebracht waar zowel designpapier in zit als de oplegvellen die gebruikt gaan worden. Als basis heb ik gewoon het witte papier genomen. Even kijken of dat ik dat hier naast me heb liggen. Vast wel. Het gewone stempelpapier. Hier ga ik eerst een kaartformaat van snijden. Ik heb gewoon een A4 vel. Dus dat ril ik eerst op 10,5 centimeter. En dan draai ik hem om. En dan snij ik hem af op 14,5 centimeter. Het gedeelte wat ik wegleg, gaan we zo meteen gebruiken om het frame uit te stansen. Dit is de basis van de kaart. Dan hebben we zo meteen nog eventjes het oplegvel nodig. Iemand zijn voorkeur welke ik ga gebruiken? Ik zou zeggen, roep maar. Hoi Maya, gezellig. Verkoop je het papier Farewell zelf? Ja, Karin, die verkoop ik ook zelf. Staat ook netjes in de webwinkel. Een pakketje kost €3,95 met de 2 vellen met alle afbeeldingen en 8 vellen die erbij zitten, wat erbij past, zeg maar. Hoi Ria, ook gezellig.
Laura, leuk. De eerste reactie is rechtsonder. Deze en Henriette zegt de bovenste. Rechtsonder, Geralda, prima. Gaan we die lekker doen. Zoeken we eerst even een papiertje erbij wat er goed bij past. Ik heb hier mijn papier even in een hoes gedaan. Omdat ik natuurlijk wat meerdere sets natuurlijk open heb liggen. Ga ik even kijken waar de afbeelding het beste bij past. Op zich is dat bruine wel weer heel erg mooi natuurlijk. Ja, en dan doen we de donkere kant van het bruin. Ja. Ik zal ook even de designpapiervellen van dichterbij laten zien, dames. Ze zijn echt heel mooi. Kijk, de mooie grijs tinten. De achterkant is dan weer wat lichter. Beetje zo'n stenen look. Verschillende tinten blauw. Beetje natuursteenachtig. En het lichte en het donkere bruin zitten dan in. Wat zijn dat voor handige mapjes? Oh, gewoon van die hele simpele insteekhoesjes waar de kinderen hun huiswerk momenteel in bewaren. Heel erg fijn, gewoon volgens mij bij de Action Hema zoiets aan te schaffen. Ze zitten volgens mij per 2 of 3 verpakt voor 1 euro. Zo'n beetje denk ik rond die prijs. Nou, het gaat deze combinatie worden, dames. Wat we gaan doen is dit even snijden. Dit is 10,5 bij 14,5. Dus we maken hem 10 bij 14. 10. Hé, hey, kijk Martin. We misten je al. Bij 14. Ik zei het net al tegen de dames. Ik mis Martin. Dit wordt zo meteen het oplegvelletje. Precies met 0,5 centimeter er weer omheen. Wat we gaan doen is deze even uitsnijden. Dan kan deze even aan de kant. Ik heb daarvoor een nieuwe liniaal die ik even aan jullie wil laten zien. Ik neem even een slokje thee ondertussen. Deze liniaal heb ik van de week binnengekregen. Een heel erg fijne liniaal. Met dan, als je de bovenzijde indrukt. Dit is het bewegende gedeelte. Ik zal hem even iets dichterbij laten zien. Dan zuigt hij zich aan de achterkant vast op de achtergrond. Dus dan, heb je geen, dan kan je kleinere stukjes papier snijden. Zonder dat het heel erg verschuift. Ik zal het demonstreren met de onderste. Ik leg de liniaal zo neer voor het witte randje en dan druk ik hem hier heel eenvoudig in. En dan zet ik het mes er langs en als het goed zit heb je dan zo'n hele mooie fijne lijn. Draai het papier om, liniaal omdraaien, ik zet hem weer vast. En ik snij weer mee met de liniaal. Ik had iets meer druk moeten geven. In het midden is die wel los, maar de zijkantjes niet, zie ik. Snij ik die even zo. Nou, mocht je dan nog iets bij gesneden willen hebben, je leg je hem alsnog weer vast. Druk je hem in. Zorg wel voor dat je mesje goed scherp is. Die van mij had iets scherper mogen zijn, maar dat kan ik nu toch niet veranderen. Alhoewel, ik heb een tweede naast me liggen. Misschien is die iets beter.
Hoi Arisha, Betty, Jannie. Gezellig dat jullie er zijn. Dus ik leg het papier weer. Druk de liniaal weer vast. En ik ga heel eenvoudig met het mesje er langs. Deze kant nog iets bij snijden, dames. Ik hoop dat jullie het kunnen zien, want jullie kijken natuurlijk vanaf de andere kant. Nou, moet nog een heel klein lijntje af. Maar zien jullie ook, dames, hoe fijn je de lijntjes eruit kan halen? Ik ben gewoon niet zo goed een mes gewend, dat moet ik heel eerlijk bekennen. Kijk, ik begin er al wat handiger in te worden. Dus deze gaan we zo meteen bovenop de kaart gebruiken. Je kan hem natuurlijk ook zo snijden dat de witte randjes wegvallen. Maar ik vind dat zo ook wel heel erg mooi. Zoals ik zei, het malletje. Die gaan we gebruiken. Met die gedetailleerde malletjes is een precisieplaat wel aan te raden. Dat heeft de Sizzix, de Big Shot onder andere. Hoi Jenny en Annette, gezellig dat jullie er ook zijn. Mocht je nou geen Big Shot hebben en je wilt toch dat die wat makkelijker door de machine heen gaat, is daar een heel simpel trucje voor. Gewoon een stukje papier. En dan hebben we hier bakpapier. Wat ik doe, is de mal leg ik op het papier. En ik leg het bakpapier eronder. Dan krijgt hij namelijk aan de onderkant net iets meer druk. Ik zal hem eventjes buiten beeld even uitstansen. Dan kom ik weer terug. Gewoon een algemeen snijmalletje wat door alle machines heen kan. Je snijdt geen vlees. Nee, dat klopt. Dat doet mijn man altijd. Op zondag, hè Martin? En als die door de machine heen is geweest, dames, trek je het bakpapiertje aan de achterkant er gewoon weer uit. Dit is die. Bakpapiertje trek ik weg. Dan krijg hij wel een rommeltje hoor. Moet ik even voor waarschuwen. Maar als we aan het knutselen zijn, bij mij is het altijd. Ik klop. Hem eventjes uit. En dan is het grootste gedeelte al weg uit de snijmol. Bakpapiertje kan weg. Kunnen we niet nog een keer gebruiken. En zoals jullie zien heeft hij al een heel groot gedeelte gelijk uitgesneden. Kan zijn dat je dan heel eventjes nog met een pincetje. Of met zo'n mooi borsteltje. Maar dat vergeet ik ook nog wel eens te gebruiken, moet ik eerlijk zeggen. Kan je dat gewoon netjes eroverheen gaan en dan doet hij de laatste kleine stukjes kan je er zo uithalen. Maar ik moet zeggen, hij snijdt heel makkelijk. En het klopt dat hij aan één kant vast blijft zitten. Dat is geen foutje, maar dat hoort bij de mal. Zo, alle kleine stukjes naar de zijkant. Dat doe ik gelijk eventjes in de prullenbak, want ik ken mezelf. Dit gedeelte gaan we zo meteen om de basis heen maken. Dus wat ik doe, voordat ik hem zo meteen doorknip, is dat ik hem even een rillijntje ga geven. Ik zal het even aanwijzen met het pincet. Ik wil dat dit gedeelte wat kleiner wordt en dat ik hier ongeveer op een net iets minder dan een, ja, zeg maar op een halve centimeter, dat ik daar even een leuke rillijn in krijg, zodat ik hem wat makkelijker om het papier heen kan vouwen. Moet ik niet het witte gebruiken, want dat is het snijgedeelte. Ik gebruik de zwarte. En zoals jullie kunnen zien, maakt hij dan perfect een rillijntje erin.
Ik vergeet het borsteltje. Ja, ik vergeet het borsteltje ook altijd, moet ik eerlijk zeggen. En meestal sla ik de stans dan zo bovenop de machine uit. Maar het geeft wel een rommeltje, moet ik heel eerlijk bekennen. Dan maak je eventjes met een vouwbeentje de rillijn erin. Dit gedeelte hoeft natuurlijk niet helemaal gelijk te zijn, want daar zien we toch niks van terug. En dit gedeelte knippen we even schuin weg. Ik heb hier de schaar. Hier houdt de mal op. Dus daar knippen we hem ook weg. En aan deze zijde knip ik hem ook weg. Iets schuin naar beneden, zodat hij wat makkelijker te bevestigen is. Kijk, ik heb er hier nog een aantal liggen, dames. Erg leuk om te doen. We hebben ook wat andere voorbeeldkaarten ermee gemaakt dan de condoleances serie. Maar die zal ik morgentjes even online zetten. Hebben we morgen ook weer wat leuks om naar te kijken. Wat we gaan doen, is hier even een plakstrookje op maken. Je mag dat ook lijmen als je dat fijner vindt. En anders doe je dat even met een stukje tape. Tape kunnen we gewoon afscheuren. En de bedoeling is, ik hoop dat jullie het kunnen zien door mijn vingers, dat dit zo meteen hier weer bovenop komt. Het is natuurlijk mooier als je de afwerking nog iets smaller doet. En bijvoorbeeld in plaats van zo'n strookje dat misschien nog een heel klein randje overlaat. Kijk, zoals hier is gedaan, hebben we hem bijna helemaal laten vervallen. Ik heb hem hier even wat grover gelaten, zodat jullie kunnen zien welk gedeelte ik aan de bovenkant vastmaak en aan de onderkant vastmaak. Dit gedeelte gaan we erop plakken. En dat lijn ik een beetje uit. En dan doe ik ook aan de binnenkant nog even een strookje. En dan plak ik hem namelijk eerst even vast op het bruine gedeelte. En daarna plakken we hem of lijmen we hem vast. Zijn er vandaag nog wat mensen wezen fietsen? Hey Mariska en Anke. Hey Sandra, gezellig. Beetje uitlijnen. Oh. Als er zoveel mensen meekijken, gaat het toch altijd net iets moeilijker. Maar we doen ons best. Ik leg hem tegen het vouwlijntje aan hier. En ik druk hem even vast. En dan vouwen we dit weer terug. Kijk, hij had iets meer naar onderen gemaakt. Nou, nee, dat is niet waar. Kijk, hij raakt hem allebei daarnet. Dit gedeelte kunnen we dan weer hierop maken. En dan druk ik hem eerst even vast. Ik leg hem eerst even op zijn plaats, laat ik dat zo zeggen. En dan til ik hem even op. En dan haal ik eerst even het plakstripje aan de achterkant weg. Dat is makkelijk als je natuurlijk rechts bent. En dan langzaam haal ik het stripje wat aan de achterzijde hebben gedaan, haal ik weg. En dan zit hij in ieder geval vast op de kaart. En dan doe ik hier wat lijm tussen. Je kan het natuurlijk ook in één keer gewoon lijmen, dames. Doe lekker wat je zelf fijn vindt. Als ik 10 keer dezelfde kaart maak, maak ik hem ook 10 keer weer op een andere manier. Beetje lijm in het midden. Hoi Petra, gezellig. En zo doen we dit gedeelte in zijn geheel vastlijmen.
Als we hem zo meteen wegleggen, leggen we er even wat zwaars op. En dan heb je dit gedeelte wat dan ook mooi zou kunnen blijven. Een beetje meer plat zou kunnen blijven. Natuurlijk is hij zo ook best wel leuk, zit ik nu te bedenken. Zullen we hem gewoon iets anders maken? Ach ja, doe eens gek, toch? Kan dat? Kan dit zo of is dat geen gezicht, dames? Roep maar. Ik vind het zo ook wel grappig, moet ik eerlijk zeggen. Welke lijm heb je erin, Geralda? Ik heb gewoon een transparante lijm erin gedaan. Een tacky glue. Maar je kan ook... ik heb hier ook de potjes, flesjes van Dutch Dabadoo. Dat doe ik er ook in. Ik heb er hier toevallig een liggen. Een kleintje met de Dutch Dabadoo lijm erin. Maar net voordat ik live wilde gaan, zag ik dat die verstopt was. Dus toen heb ik even gauw de reserve gepakt. Dus werk gewoon zelf met een lijm waarmee je, wat je fijn vindt om te werken. Even kijken welke andersom alles kan. Ja, we doen het gewoon andersom. Maakt ons het uit, dames en heren. Wat ik nodig heb is wat foamblokjes. Ik vind het leuker als dit even iets omhoog komt te staan. Ja, kijken er vanavond veel mee. Gezellig alleen maar. Kunnen wel iets leuks doen als er zoveel mensen meekijken, toch? Ik zie er al 50. Ik ga al jullie namen van mensen die vanavond meekijken en wat intypen, want dan weet ik ook je naam natuurlijk. Laat even een reactie achter dat je meekijkt. Ga ik al de namen eventjes in zo'n random dingetje zetten. En dan gaan we zo meteen na de live uitzending zal ik nog heel eventjes wat leuks verloten. Lijkt me een goed idee, gewoon omdat het zondag is. Dames, deze maken we met de foamblokjes hier weer bovenop. En dan maken we dit vouwlijntje even iets strakker. Ik vond het nog wel een goed idee als we er een tekstje op gaan maken. Ik heb een keer gekozen niet voor een gestempelde tekst, maar voor een gestanste tekst. We hebben van de week de nieuwe serie binnengekregen van Marianne Design. Dat zijn... Hoi Ria en Tatjana, gezellig. Dat zijn de nieuwe mallen van Marianne Design, zoals ik al zei. Er zitten er 5 in een verpakking. Even loshalen. Kan ik het ook laten zien. Dit is de tekst. Een bloemetje voor jou. Heel veel sterkte, die gaan we zo meteen even gebruiken. Ik heb hem hier denk ik nog wel los liggen naast de machine. Ja, hier ligt hij. Bloemen en vlinders, een opkikker voor jou. En van harte beterschap. Deze 5 malletjes samen zijn maar 5 euro. Ze staan al in de webwinkel, kan je gelijk afrekenen. Dan zijn ze voor jou. Ik heb volgens mij maar 10 setjes op voorraad. Maar ik heb net al ingelogd bij de groothandel. Maar ze gaan heel erg hard. We gaan deze verloten. Niet 1, maar 5 winnaars. Zometeen alle namen van mensen die een reactie achterlaten dat ze er zijn. Gezellig, heel leuk. Ga ik 5 namen en dan kan je dat malletje winnen. Ga ik niet laten kiezen welke je wil. Nummertje 1 wint de bovenste, nummer 2 de onderste. Zo gaan we verder. Wat gaan we doen? Deze zet er ook in. Zoals ik al zei, heel veel sterkte. Lijkt me heel toepasselijk op zo'n kaartje. Ik ga deze even gewoon uit een stukje papier wat we net over hadden halen. Oh, wat is weer lekker rommelen. Hé hey Laura, gezellig. Andere Laura, hè? Wat een gezellige boel.
Deze gaan we eventjes uit de stansmachine weer halen. Gewoon een stukje wit papier, dames. Even een keertje heen en weer. En dan laten we het malletje gewoon erin zitten. Ik heb hier een kleurtje inkt. De grijze. Ik zal even kijken of dat ik ook een bruinige bij de hand heb. Dat is iets mooier natuurlijk. Even kijken of dat er hier ergens een bruine in zit. Ja, dit is al beter. Hoi Ans, gezellig. Agnieta, hallo. Het borsteltje die we van de week al gebruikt hebben, dames, om de inkt vanaf het inktpad te halen, gaan we gewoon rustig over het malletje heen brengen. En dan gaat hij namelijk de inkt achterlaten als het goed zit. Met een precies mooi wit randje eromheen. Kind kan de was doen. We halen hem even eruit. Beetje met beleid. Even deze kant nog wat drukken. En dan komt hij er heel mooi uit. En zo zie je waar we net met het borsteltje overheen zijn gegaan. Daar heeft hij ook de inkt weer achtergelaten. Wat ik doe is hier weer foamblokjes aan de achterkant. Ik zal even kijken of ik wat kleinere bij de hand heb. Even graaien in een doosje. Ja. En dan doe ik aan deze kant gewoon weer wat foamblokjes. En dan plaats ik die weer. Op de kaart. Even kijken of de vormblokjes aan de andere kant niet te zien zijn. Nee, ze zitten prachtig. Heel mooi zo. Dan halen we even aan de achterkant even de beschermlaagjes eraf. Hoi Gerry. Hey Mirjam. Hoi hoi. Zie je, ik werk toch altijd liever met de vingers. Dat ben ik meer gewend dan met een pincet, maar ik snap dat het voor jullie makkelijker is te zien als ik het met een pincet doe. Deze maken we dan weer op de kaart. En zo is die klaar. Een heel eenvoudig kaartje wat heel snel te maken is. Ik heb natuurlijk tussendoor lekker zitten kletsen, maar als je een beetje aan het stansen bent, ga je gewoon in één rij door. Heel leuk om neer te zetten. Niet zo leuk om te versturen, maar helaas hebben we dit soort dingetjes ook nodig. Ik heb op Facebook heb ik al eventjes, als je kijkt op www.dehobbytante.nl, aan de rechterkant heb ik onder Facebook Live heb ik de datum van vandaag staan. Daar staan ook wat voorbeeldkaarten. Daar staan de producten onder die ik vanavond gebruik heb. Waaronder het setje van de 5 malletjes. Daar staat de lineaal onder. Daar staat het designpapier onder van Joycrafts. Daar staat de Sizzix mal onder. Een beetje de materialen die ik vanavond gebruik heb kan je zien
daar wat ze kosten. Ik heb ook nog een leuke aanbieding ervan gemaakt. Als je de snijmaal koopt van de Sizzix, samen met het papierblok heb je 3 euro korting. Dus dan heb je een leuke set voor €14,99. Ik zou zeggen, ik ga de live uitzending afsluiten. Heeft iedereen zijn naam ingetypt die dat wilde typen en die mee wil doen met de gratis verloting? Ik zal nog even 20 seconden wachten. Dan heeft iedereen de kans om nog even snel wat te typen, mochten ze dat nog niet hebben gedaan. Dan ga ik al de namen zo meteen even zetten in de online tracking. Online tracking op Google typ ik altijd in. En als ik ze erin heb staan, zal ik eventjes de 5 namen bekendmaken van degene die hebben gewonnen. Toppie, dames. Dan ga ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Zometeen heel veel succes met de verloting. Ik denk dat over een minuut of 10, over een kwartiertje de namen erin staan. En dan zal ik dan nog eventjes live gaan. Ja, is wel leuk om de trekking misschien eventjes live te doen. Dan kunnen jullie ook zien ter plekke wie er gewonnen hebben. Ik zou zeggen tot straks en dankjewel voor het kijken.